middag. Tijd voor koffie. Tijd voor de vrouw. Volgens sommigen een complot. Volgens sommigen een compleet verhaal. I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky. Volgens sommigen was een vaccinatie ook een complot. Epstein Island een complot. Obamagate, Chinagate en zelfs de affaire Lewinsky was een complot. Vergeet dat niet. The great story here for anybody willing to find it and write about it and explain it is this vast right-wing conspiracy that has been conspiring against my husband since the day he announced for president. De Lordtijden, 2020, we schrijven ook geschiedenis. Ik denk dat 90% het zelfs niet eens duiden. Maar we zitten wereldwijd in een lockdown, wereldwijd met een masker op. Noem maar op. Nu, zwart bizarre tijden. En die staat voor wat stof te doen opwaaien. Laat ons zeggen dat we tijd genoeg hebben gehad. Dus ik wil het even over een onderwerp dat me namelijk hart ligt. Het is toch iets dat me sinds mijn kinderjaren al bezig had. Het was ook iets chockerend wat ons zeggen. Het was ook iets dat ik mee heb gestalkt, zou ik maar zeggen. Op de speelkoer. Toen nog niet goed weten wanneer en waaraf, maar we mogen dat toch nog niet vergeten. Ik wil gewoon zeggen dat ik niet van het principe ben maskeren en zwaaien. Ik ben geen goede editor. Ik ben misschien niet de juiste spreekbuis, maar ik wil alle toch wat meegeven. Kon ik de wereld hiermee redden? Waarschijnlijk niet. Kon ik iets veranderen aan heel deze? Misschien niet. Wil ik mij interessant maken? Ook zeker niet. Ik wil gewoon dat het blijft rondgaan. Dat het niet wordt stilgezwegen. Niet met een doofpot in, zoals dat al ondertussen 24 jaar lang het geval is. Die ouderzoek die zit al 24 jaar op antwoorden te wachten. We gaan het hebben over Marc Dutroux. Dutroux was eerder al veroordeeld in een andere verkrachtingszaak met minderjarigen, maar toch vervroegd vrijgelaten. Een onbegrijpelijke beslissing van toenmalig minister Wattelet van Justitie, vinden de ouders. Marc Dutroux, een heel gevoelig onderwerp. Opgepakt in 1996, ondertussen dus 24 jaar geleden. Het begin van het einde, of mogen we het einde nooit niet weten? Want wat is nou eigenlijk de vraag in de zaak Dutroux? Hij is uiteindelijk opgepakt en veroordeeld voor de ontvoering van 6 meisjes, waarvan er 2 zijn teruggevonden. Die dag, op 15 augustus 1996, vinden de speurders niet alleen Laetitia de Lee levend terug, maar ook Sabine Dardenne. Die was al sinds 28 mei vermist. Direct een beetje. Dutroux is eigenlijk geboren in het Belgische Congo. We weten allemaal hoe kosher tenminste, Congo is of was. We weten ook dat Leopold terecht gezeten. We weten ook 2020 zijn er heel wat Leopold-standbeelden gesneuveld. Ik persoonlijk, ik vind dat terecht, misschien niet de manier waarop dat gebeurd is. Maar ik vond het op zijn minst dat je die kon weghalen. Maar anders kunnen we even gewoon, en dat is zeker niet voor hem te veraf houden, maar kunnen van Dutroux ook een standbeeld zetten. Want wat is de mentaliteit van vandaag? Ja, maar we moeten de kinderen toch geschiedenis meegeven. We moeten toch, we mogen dat nooit niet vergeten. Maar dan neem ik zoiets van, ja, maar waar trekt de grens?
nog iets gevoelig, waar ik het een beetje op steek, is de oudere generatie. Want waarvan vond je het? Vanaf dat je een leeftijd hebt, moet direct respect krijgen. Maar ik vind respect verdienen. Zullen ze een beetje van de generatie horen, zien en zwijgen? Heb ik het niet gezien, dan hadden ze het niet gewoest. Ja? En dat vind ik heel fout. Zie maar eens naar al die kerkschandalen. En toch nog altijd ons lieve heertje prijzen. En ik vind dat er tijd is voor verandering. Het is niet altijd de jeugd. Ik bedoel, we moeten allemaal ons ogen open doen. We moeten allemaal eens even gaan nadenken van wat is er goed, wat is er fout. Want de wereld is niet rond. Hij draait vierkant. Jij uitzicht belemmert mij. Zo, kan mij dat nou schelen? Er zit niet te liegen, want er komt zo bij, hoor. Eén keer om. Moet ik mij laten bedreigen, Jonas? Heel goed mee, bom. Die vent is gestoord, je hoort dit gek uit. Nou, jij bent vrij voor Pieter Baancentrum, ja. Hoor. U doet niet mee aan de verkiezing voor de gezelligste straat van Nederland, hè? Goed. Genoeg rond de pot gedraaid. Dat doen onze ministers al genoeg, denk ik dan. Direct naar de feiten eigenlijk. Dus wat gebeurt er? Marc Dutroux is al een tijdje werkloos. Getrouwd op dat moment met Michel Martin, ondertussen al vrijgelaten. Een schande, dat meen ik echt. Goed, maar op het moment, dus je moet pakken, die is werkloos, maar die is toch in het bezit van 4 of 5 huizen. Ook is hem in het bezit van een aantal garages. Dus ik vraag me echt af, hoe kwam je om dat geld? Ik bedoel, was dat dan allemaal met elektricien klusjes te doen? Was dat met autovrakje? Want er zat hem ook zo'n beetje in. Of was het iets totaal anders? Sorry dat ik even op mijn blad spreek. Ik heb dat hier niet van buiten geleerd. Goed. Dutroux. Opgepakt dus in België. En België is in rouw. Sterker. België is woedend. Er komt een witte mars. 300.000 Belgen komen de straat op. Dat was in Brussel en we zijn op dat moment wereldnieuws. Hier zou ik even willen pauzeren. Niet pauzeren, maar gewoon even denk eens na. Want wat gebeurt er op dat moment? De menigte, het volk, is op dat moment woedend. Het zinnig, ja. Ze hebben op dat moment al een oordeel klaar. Voor hun is het gewoon afgelopen. Geen gerecht meer. Gewoon de doodstraf. Stenigen. Publieke ophanging. Het mag niet uit. Maar daar zitten we toch een beetje heel fout. Waarom? Omdat ik vind van... Er is veel meer aan de hand. Mark. Nee. Geen noosan, Mark. Ik heb pas aan. Ook al weet Dutroux dat er problemen van kunnen komen, toch antwoordt hij en laat hij duidelijk verstaan wat hij vindt van zijn levenslange veroordeling. Met een innocent, Marc. Ik ben innocent, maar innocent, dat moet je gewoon innocent. Je suis innocent. Je suis innocent de tout ce qui permet de condamner un homme à perpétuité. Oké, ça c'est plus. Dutroux, die spreekt van in het begin namelijk van een internationaal netwerk van pedofielen. Ook de ouders denken dat er meer om de hand is, maar ook speurders, politieagenten en dat zal later ook nog wel blijken en daar kom ik ook nog zeker op terug. Je zou denken, zo'n drama, zo'n verschrikking, dat wordt tot op de bodem onderzocht. Maar wat weten we ondertussen al meer? Niks. We zijn bij dezelfde verdachte gebleven en er rond is niks gebeurd. Op de dagen, weken, maanden erna zijn er verschillende getuigen gekomen. En deze kregen de naam de X-dossiers. Veel getuigen die spreken van een groot netwerk met elitaire mensen. Mensen met een hoge machtspositie. En nu zijn we er, denk ik. Ik denk als we even naar Amerika zien... Pizzagate, wat Trump zegt in mailtjes, noem maar op. Misschien moeten we de laan eens doortrekken, misschien moeten we onze horizon eens verbreden. En
denk je van, er is meer aan de hand. I want to make it clear today that my administration will focus on ending the absolutely horrific practice of human trafficking. And I am prepared to bring the full force and weight of our government to the federal and at the federal level and the other highest levels, whatever we can do in order to solve this horrific problem. Getting worse, and it's happening in the United States. Vanaf dat we spreken van de X-dossiers, zijn er, dan wordt het interessant eigenlijk, want dan gebeuren de toevalligheden. Net zoals bij de corona. Het is een beetje eigenlijk een dag van vandaag een draaistraat geworden. Het is de slechte, zou ik maar zeggen, de elite. Nou zitten dan de media tussen, de politiek, politie, rechters, noem maar op. Dan hebben de complot- of compleetdenkers en dan hebben de toevalstreffers. Vooral deze laatste zijn het probleem. Waarom? Die weten het ergens wel, maar die zitten liever een lachend gezichtje. Die beginnen liever te schelden, maar zelf is het op zoek. Hè. Dat is not dom. Dan vind ik dat je geen recht hebt tot spreken. Het probleem erbij is, zolang dat die bijvoorbeeld, en ik zeg nu met corona dat dat die waar ligt, een masker dragen, zolang blijft de leugen tot stand. Want zolang blijft de zwagen, zolang zegt het is goed voor mij. En ondertussen worden onze rechten opgepakt. Sinds er een vaccin te houden, regeltjes, testjes, deugt allemaal niet. Ze willen dat mogelijk dus naar hun gewoon, hun zekerheid. Want oei, er is iets om te gebeuren. Nu, we zijn aangekomen om de lijst van toevalligheden. Adolf Grab. Toeval bestaat niet. Dat is synchroniciteit. Hallo lieve mensen. De toevalligheden dus. Hier ga ik gewoon aflezen. Woord aandachtig. Oké, hier gaan we. Namen, locaties werden tot in detail beschreven door getuigen. Er is zelfs sprake van sadomasochistische seks met kinderen. Waarom is dat nooit niet verder onderzocht? Ik zet hier zo, maar serieus een boterham. Intern gesaboteerd, dat is bewezen. Dan vraag ik mij af waarom. Waarom zouden ze iemand als Dutroux willen beschermen? Of wie beschermde dan? Want deze, en dat vind ik, is echt de hoofdvraag. Wie beschermt wie, waarom? Want als je dan, en dat hebben ze in al lange Frans bijvoorbeeld ook gezegd, dat zeggen ze soms in de Blue Tiger, een oorlog reeds verloren, zeggen ze dat ook. Vanaf het moment dat je manipuleerbaar bent, en bijvoorbeeld een hoge functie, dan is er geen sprake meer van een rechtssysteem. Want dan zitten op alle momenten chanteerbaar. En dan zitten fout bezig. Hoe verder? Hoe kwam dit roep aan al dit geld? Ik heb me dat al afgevraagd. Autovrakje. Denk dat niet. Hè. Al die huizen, al die garages. Ondertussen ook nog in Tsjechië zitten. Daar is hem aangeklaagd, veroordeeld voor de verkrachting van 3 meisjes. En zo leggen we weer de link. Met de podcast van Lange Frans. Praag is Tsjechië en Tsjechië, Praag is Denik. Ze hadden al gezegd dat er een link is en ik denk dat dat bij deze wel heel duidelijk is. We want Dutroux and you! Af en toe pauzeer ik eens, zeg maar met mijn vingertje wazen of zo. Ik zeg het nog, ik ben niet de beste editor of zo, maar ik wil al dan ook de tijd geven om even na te denken. Trek van mij gerust alles in twijfel. Ik heb niet liever dat je zelf eens even alles gaat opzoeken. Dat je denkt van, tja, dat wil ik nou eens met mijn eigen ogen zien. Doe gerust. Ik moet dat met die gsm en zo doen, ermee dat ik veel op pauze druk en zo. Goed, ik kan er dan af en toe ook wat beelden in steken. Dat is plezant voor te zien. Goed, als hij dus alleen meisjes ontvoert en verkracht, is de redenering gewoon onlogisch. Logischer zou zijn
dat hem die ontvoert en dan doorverkoopt. Of doorverhuurt. Sorry voor de woorden, maar zo gaat het wel. En deze voor seks, foltering en in sommige gevallen voor bijvoorbeeld jacht ingezet. En deze is eigenlijk een opvulling, denk ik dan, van de ruiken. Want bij mij gaat er niks anders in. Dat is een soort van ritueel opoffering. Denk even aan reuzegom. Nog maar fris in ons geheugen, denk ik dan. Maar deze wordt wel degelijk gedaan. Jaarlijks. Deze is traditie. Deze wordt honderden, duizenden jaar gedaan. Dus dat is een vies, vuil, kwaad, om het zo te zeggen. It's the witch who murdered my mother in cold blood! This is Lagitha! No! Shut your mouth! A Danish king handed her over to us! She was trying to make a deal with him! To persuade him to join her in attacking Kattegat! Traitor! Traitor! Yes! Traitor! She would do anything for power! Thank the gods! Her plans have all come to nothing! No, no, no. Her vile reign and blind ambitions end here! No. I sacrifice her in the name of Odin and in the name of my fellow gods! No. I sacrifice her to cleanse this kingdom of its evil spirits! Goed, we gaan verder met toevalligheden. Allereerst werd de populaire onderzoeksrichter Jean-Marc Connerot van de zaak afgehaald. Vervolgens werd plotseling besloten dat de getuigenissen van de getuigen niet langer legitiem was. Ze waren fantasie. Daarom is dat onderzoek ook gesloten. De Trou zelf zegt ook dat hem niet alleen heeft gehandeld, hè? Dus dat het in opdracht van was. Nooit iets mee gedaan. Just, waarom hebben bijvoorbeeld de andere slachtoffers die gevonden werden in respectievelijk 84, 85 en 92, zoek vrij weinig mee gebeurd. Gevangenen, zal ik maar zeggen, van België, misschien van de wereld zelfs, wie weet. Die zit er op het commissariaat met twee politiemensen. En die hebben alle twee natuurlijk hun dienstwapen bij, maar dat is op dat moment met losse flotters geladen, waar dat ze weet van hebben. Eén pistool, dat ligt er. Marc Dutroux krijgt dat aan te pakken. Die zegt, handen omhoog. Die mannen doen ook, handen omhoog. De troek kan gaan lopen. Nou, op dat moment, wat gebeurt er? Een boswachter, die vindt hij. Die een boswachter, de held van België. De politiek denkt op dat moment wel iets anders, geloof me. Die zullen nooit gedacht hebben van, die is even nog terug. Maar goed, mislukt is, zal ik maar zeggen. Hij had dan nog eens de kans gekregen. Een paar weken later, hij zat in de combi en zijn deuren vliegen gewoon open. Deze keer was de Marc slimmer en hij bleef zitten, zal ik maar zeggen. Ik denk dat hij wist waarom. Goed,
En dan een hele moeilijke. Ja, ik heb even mijn gsm moeten leggen, al stond te vol. Hij wil dus praten. Ze gaan er met telefax naartoe voor een reportage. Maar dat werd natuurlijk weer eenzijdig belicht. Zo kunnen we de VTM 1, 2, 3 tot weet ik veel, de PDG-groep, allemaal onwettig in Antwerpen onder één dak, plots. Juist voor de corona natuurlijk, we moeten dat niet hardop zeggen. Hoe kunnen we dan ook spreken van vrije journalistiek? Ik kan er niet juist naar twee zeggen, denk ik. Goed, wat gebeurt er hier? Hier hebben we eigenlijk een beetje te maken met het psychologische aspect. Want zouden jij dat kunnen, praten met een moordenaar? Kunnen die geloven? Waarom zou hem dat wel klappen, zou ik maar zeggen? En zo gaan die dingen eigenlijk. En dat is een hele moeilijke. Maar wat als je de tijd zeggen van, ik zou dat niet doen, ik zou dat niet doen, ik zou dat niet doen. En we willen dat niet doen. En dat is een moeilijke. Misschien in de comments hieronder eens zeggen van wat jij in dit geval zou doen, maar het is een beetje een psychologische oorlog ook, maar je weet gewoon dat er stroom om de knieker is. Want de specialisten natuurlijk, die zeggen dat hem gaat liegen, hij wil aandacht, hij is niet te vertrouwen. Dat kan, maar dat kan ook niet, want wat is hem wel kwaad? Waar hebben ze bang voor? Een ander omstreden aspect van de zaak De Trouw is het verdacht aantal grote overlijdens van getuigen. En daar gaat het nou over in. Nog één ding tussendoor. Ik zou zeker Salamander eens zien, de serie op 1. Waarom? Dat gaat erover. Over die D66 top. Dat gaat tot om de koning, dat gaat een minister. Ze verdedigen allemaal met kinderen. Tot iemand ombrengen, tot in haar gevaarlijkheidsagenten, noemt maar op. Maar dat schetst perfect wat er na om de hand is, want de ene chanteert een andere en de ene met dat schandaal en snapte, maar waar dat we naartoe gaan, ik denk dat wel. ...800 kluizen en daaruit kiezen ze uitgerekend D66. Alle geheimen zitten nu in verkeerde handen. Als dit wordt uitgespeeld, dat overleeft het land niet. Hoofdinspecteur Gerardi. Gebruik uw verstand. Waarom zou die man een probleem zijn? Die allemaal moet meemaken omdat jij de wereld zo nodig moet redden. Er zijn mensen vermoord. Ik kan toch niet anders. Ik kan mijn rug toch niet keren. Ik weet niet wie ons wil treffen, maar ik laat me niet afslachten. Oh, is dat voor mij? Komt die voor mij? Doe dat niet. Stoppen, zeg je godverdomme. Stoppen! Ils ne mourront pas. Je vends ma peau très cher, très cher. Bar Sophie, Sophie Gérard. Probeer het nog eens. Moet vermoorden. Oké. Daarna richt de beerput in. Ik ga hem even wat dichter bij me aanpakken. Kan ik ook wat beter lezen in mijn papiertjes. Maar de beerput. Op 28 november 2001 komt de tv-zender TV2 ZDF
met een special over de getuigen en de toevalligheden in de zaak Dutroux. Belgische weekbladen hebben dit aangekondigd, maar alle zenders in België hebben deze verboden. En dat vind ik toch wel raar, voor het grootste drama ooit in onze Belgische geschiedenis. Het doet me denken aan nog andere zaken, maar daar kom ik, ik zeg het nog eens op terug. Eerst de 27 verdachten die werden vermoord. Toeval. Die Maas bij Lüttich. Hier wird am 7. April 98 beim Säubern des Wasserwerks eine Frauenleiche aus dem Fluss gezogen. Die Autopsie zeigt, sie wurde geschlagen und gewürgt. Es ist die Zeugin Anna Konjevoda. Anna Konjevoda, 7 April 1998, geslagen en gewurgd. Christian Koenraads, medegevangen van Dutroux, de dag voor zijn getuigenis ontsnapt en een maand later dood teruggevonden. Brigitte Genard, bevriend met Nihoul, tandarts en belangrijke getuige, vermoord, zelfmoord. Bernard Roetman, handelaar in porno. Hier zijn bij huiszoekingen kinderkleren en kinderspeelgoed gevonden en toch is dat nooit niet verder onderzocht. Deze is zelf naar de politie gebeld en onderweg naar de politie krijgt deze toch wel spijtig genoeg een auto-ongeluk. Dan is er iemand uit een onderwereld van Charleroi en ook medegevangene van Dutroux. En deze zegt, sorry, maar het is handelswaar. Het wordt kip en klaar geleverd. Nogmaals, zijn geld en eigendommen haal je niet uit een verkrachting. Van waar het geld is de vraag, hij zegt dat zelf. Hij kocht regelmatig aandelen en hij beschikt over verschillende bankrekeningen, waar dikwijls grote sommen geld worden opgestort. Deze is ook bewezen. Het is nooit achterhaald van waar dat die bedragen of van wie dat die rekeningen zijn. Vooral na Anne en Eefje, maar ook na Sabine, zijn de grote bedragen dus overgemokt op Dutroux zijn rekeningen. Jean-Denis Lejeune zegt zelf dat hij dit maar verdacht vindt. Maar ook Sabine, maar ook Michel Martin, hè, dus de vrouw van, spreekt dat er niet alles onderzocht is, dat er getuigen niet worden verhoord, zal ik maar zeggen, en dat er ja, rare dingen gebeuren. Stelt justitie dan zelf geen vragen bij 30 verdachte overlijdens of moeten we het in hogere kringen gaan zoeken? Mag ik deze zelfs wel afvragen, nu het nog kan, zonder chip? Nee, 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 nee! Maar goed, het moet in de naam zitten, want we gaan verder met Bernard Weinstein, hè? Vermoord door Dutroux. Hoe is dat gebeurd? Eerst rooi op nul, gegeven en dan levend begraven. Even een paal, rooi op nul is deze week in een kinderprogramma geweest. Met die Pedro Elias. Geertje zat er ook. Het programma noemde Opvoeden doe je zo. Ik heb dat al 10 minuten afgezet. Waarom? Ik vind niet dat je aan een kleine van 6 jaar vraagt wat de juiste condoom of wat de juiste spiraal is. Ik vind ook niet dat je moet uitleggen wat de pin-up club is. Dat ze dan zeggen van ja, ik ontvang de brieven van mama en dit en dat. 6 jaar, ik vond dat heel straf. Je wil dan ook op een gegeven moment een foto tussen geplaatst van je rooi op nul. En allee goed, verder geen woorden. Ik zou zeggen, check het zelf eens. Misschien overdraaf ik, maar ik vind dat persoonlijk van niet. En zeker niet met de plannen van het NWO. Hè. Goed, José Steppe, bekend persoon in Charleroi. Als er wat gebeurde, dan wist de José het wel. Hij wou praten met de gendarmerie en een bevriend journalist. 2 dagen voor de afspraak is hij vermoord. De manier waarop, mensen zagen hem vallen, gingen helpen, wisten dat hij een astmapatiënt was. Er lag een pufferje naast, ze zijn toch bezweken, ze hebben dat pufferje laten onderzoeken en er was rooi op nul in zijn toestel te vinden. Zelfs geen autopsie van het lichaam gebeurt. Goed. Guy Goebbels,
Gendarme werkte van in het begin aan de zaak en collega's vinden hem thuis doodgeschoten met zijn dienstwapen. Dat zijn waarschijnlijk de hardwerkende mensen die nog in iets goed geloofden, misschien niet gevonden, iets gezien dat hij mocht. Erg, want hij deed gewoon zijn job voor criminelen. Hè? Der Herr hier ist noch dorthin gerannt. Wir haben einen Krankenwagen gerufen, aber es war schon zu spät. Er konnte nicht mehr atmen. Er ist in unseren Armen gestorben. Neben ihm lag sein Beatmungsgerät. Er hatte öfters Atemprobleme, eine Form von Asthma. Das Gerät habe ich selbst gesehen, als ich hierher kam. Sein Sohn hat es mir gezeigt. Innen drin befand sich eine Packung Rohypnol. Bruno Tagliaferro, oud-ijzerhandelaar, bevriend met Dutrou, vermoord teruggevonden. Hij wist te veel, zegt hij, en hij zal worden omgebracht. Dat zit hem al even te zingen. En gelijk had hij zijn vrouw Fabienne Jopari, zij wist te vertellen dat hij een auto-ongeluk had en dat hij voor de troe werkjes had uitgevoerd. Hij zou een auto gesloopt hebben en dat was het bewijslast. Hij zei zelf, ik weet te veel en ik kan vermoord worden. Vrouw Fabienne Jopari zou nooit opgeven. Ze kreeg gelijk, want ze heeft kunnen bewijzen dat haar man Bruno Tagliaferro werd vergiftigd. Ze vraagt zelf meermaals om bescherming, want, zegt ze, ze zou dingen hebben gevonden. Bewijslast en zo, maar helaas. Haar zoon vindt haar dood in bed, half verbrand en overgoten met methanol. Justitie gaat natuurlijk weer uit van zelfmoord of een ongeluk. Ze weten het zelf nog niet. Een raar weetje, haar wasmachine draaide en er stond eten op het vuur. Op de foto's van de autopsie staat de methanol op haar nachtkastje dichtgedraaid. En dan nog Claude Thirault spreekt, want had een gesprek met Dutrou. Al later is deze dood. Het wordt natuurlijk ook nog erger dan nu. Getuige X1, dat krijgt zijn naam Regina Louf. Dat doet waarschijnlijk bij de meesten nog een belletje rinkelen. Het zit ver in het geheugen, maar bij die namen van de soms zeggen van, oh ja, de neerde die. Goed, dat was misschien wel de belangrijkste getuige. Zij spreekt van gruwelijke gebeurtenissen met kinderen door rijke, machtige mensen. Deze personen zijn aanwezig bij minderjarige seksfeestjes. Martelen, verkrachten en soms de dood tot gevolg. Zij zegt letterlijk, en dat is belangrijk, Dutrou is de leverancier, Nihoul de organisator. En als je dat ziet, die verhoudingen en zo, het kostuumetje zou kunnen kloppen. Maar wat je moet afvragen, wie zijn de klanten? En waarom mag dat niet geweten worden? Omdat, en dat is een heel belangrijk, Niel zegt, ik spreek Frans. Regina Louf spreekt alleen Nederlands, kan dit niet gebeurd zijn. Groepseks is toch communiceren, niet waar? Puur omdat hem dat heeft gezegd, hebben ze de zaak gesloten. Geen tolk, niks, nee, het is niet mogelijk. Dus iemand verkrachten, dan moet blijkbaar dezelfde taal spreken. Ze verklaart die ook een paar keer zot. Je moet al vragen, die is dan misbruikt. Die werkt dan mee. Die laat er dan nog testen. Wordt ze nog als halve zot neergezet, zal ik maar zeggen. Maar ze laat zich dus vrijwillig onderzoeken. En daaruit is gebleken dat ze al van jongs af is blootgesteld aan massaal seksmisbruik. En dat ze dus niet een hoekje kwijt is, zal ik maar zeggen. Wat doet Belgische justitie? Geen onderzoek, ze noemen haar waanzinnig, een complot.
ik ongeveer een jaar oud was, ben ik eigenlijk volop getraind geweest eigenlijk door mijn grootmoeder om gebruikt te worden in een netwerk van kinderprostitutie, om, laten we zeggen, tegen de pijn te kunnen, tegen seksueel misbruik te kunnen. Dat is een soort gewenning waarvoor je getraind wordt eigenlijk. En laten we zeggen dat ik ongeveer zeker 3 à 4 jaar was toen het volop aan de gang was, toen ik eigenlijk al volop klanten had en volop meedraaide in het netwerk. En dat is langzaam gegroeid tot ik uiteindelijk op 12-jarige leeftijd een pooier heb gekregen die mij echt, laten we zeggen, compleet heeft uitgebuit, mij eigenlijk dag en nacht bijna beschikbaar hield voor het netwerk en waar ik dus uiteindelijk aan ontsnapt ben. En nog een sneller. De volgende getuige die sterft. Gina Pardans, sociaal-maatschappelijk werker en helpt slachtoffers van kindermisbruik. Moet pakken. Dat is een die heeft er lijf ervoor. En gebeurt er zoiets. Ze schreef nog een brief. Ze schreef het zelfs op een bord. Dat ze vreest voor haar leven. Dat ze bedreigingen heeft gehad van politiemensen, waarin dat ze zeggen dat ze een auto zullen saboteren. En wat gebeurt er met haar? Met wie keer hadden? Een auto-ongeluk. Een vriendin van Gina vertelt dat dit natuurlijk uitgesloten is, anoniem uiteraard, en is dat op zich niet erg. Dat je zelfs daar al voor moet verstoppen. Dat je niet meer tegen eerlijk kunt zijn tegen de politie, tegen rechters, advocaten. Ze wist dat Gina weet had van een videoband waarop een jong meisje verkracht werd en uiteindelijk zelfs vermoord. Dus dat zijn heel zware feiten. Marcel Vervloesem, ook iets heel raar, gaat de strijd aan met kinderporno. Dat was in Morkhoven. Die heeft er zo iets op gezet voor onderzoek er naar te doen. Maar hij werd uiteindelijk zelf beschuldigd, familie ontkent dat, maar ondertussen zou hij ook al dood zijn. Mevrouw De Lange, moeder van de vermoorde getuige Paul Tamignot, zegt dat haar zoon belangrijke informatie had over de zaak Dutroux. Sommigen beweren zelfs dat hem nog leeft en ondergedoken is, want wat is er gebeurd? In de vijver hebben ze zijn voet teruggevonden, maar nooit zijn lichaam. En een raar weetje weer al van die Paul Tamignot is dat hij een garage had, net over de garage van Dutroux. Goed, François Rijkens, hij wil getuigen. Maar de gendarmerie zal nooit een verklaring kunnen afleggen. Hij had beslist om toch maar voor de traan te springen. De manier waarop is weer al heel, heel, heel verdacht. Waar zitten we hier? Michel Pirot, bordeel- en nachtclubbezitter. Perfecte man voor seksfeestjes, niet waar, neergeschoten op een parkeerplaats. Rond een datum dat dat allemaal te gebeuren stond. Hierin zou zelfs de bende van NAVO verwikkeld zitten, want de moordenaar van Pirot zou een Franse huurmoordenaar zijn, die toevallig onder de lijst is gezien met dat welbekend golfje. Jawohl. Goed. Opvallend, als je de naam van de clubs zoekt, dan vinden er nog maar heel weinig of zelfs niks van terug. Hetzelfde met die club in Praag, Pinocchio, is van onveranderd. Allee, een heel verdoezeling mechanisme, zou ik maar zeggen. Wat ik wel weet, is dat de club Atrebatis was en dat onze koning alweer naar Tjent een fervent bezoeker was. Maar dat is speculatie, uiteraard roddels. Maar ook Eddy Merckx zou er in 2008 mee gepakt zijn. Hij zal er een gele trui zijn gaan vieren. De Tour stopt voor niemand, of is dit de drang dat voor niemand stopt? Ook nooit Hotel Brazil in Oostende vergeten. Ik raad zelf eens aan om dat te googelen, te onderzoeken of ik overdrijf misschien nog. Vergeet zeker niet dat Michel Pirot zelf de ouders van Julie en Melissa heeft gebeld en dat hij ze alles ging opbiechten.
maar wederom de kans kreeg deze niet. Erst nach zweitägigen Verhören war Dutroux bereit, die Ermittler zu einem Kellerverlies zu führen. Hinter einem Regal verbirgt sich der 2 Quadratmeter große Raum, in den er seine Opfer eingesperrt hatte. Bilder aus den Gerichtsakten. Die Mädchen Letizia, 14 Jahre alt und seit 8 Tagen verschwunden, und Sabine, 12 Jahre alt, werden lebend wiedergefunden. Sabine hat 80 Tage im Keller verbracht. Is er ook nog Guy Poncelet, vader van Simine Poncelet. Deze was politieagent en onderzocht mee de zaak Dutroux. Vermoord op het bureau, nooit opgelost. Mevrouw Henrot is getuige. Hoe Melissa werd ontvoerd. Ze spreekt van een donkere auto, geblindeerd. Maar die is uiteindelijk in een rusthuis gezet met, zeg het is Alzheimer, de zaak Alzheimer, is dus weggestoken en voor zot verklaard. Al is dat misschien kort door de bocht. Anderen zijn Adèche Renard, Alexander Gosselin, Michel Dinan, Christophe Grégoire, Joseph Toussaint, Grégoire Antipin, Henriette Pourche, Klaus Barr, Jean-Jacques Ferrand, Pierre-Paul Delijke, Sandra Klaas, Virginie Pinot, Gérard Vannes en tot slot Philippe Deleuze. Allemaal getuigen en allemaal vermoord. Dus de vraag is en blijft wie of wat beschermt Marc Dutroux. Maar ik kwam er moeilijk uit. Ik kan de naam zelfs al niet meer uitspreken. Dus wie of wat beschermt Marc Dutroux? Dat is wel de hoofdvraag. Goed, deel 1 zit erop en in deel 2 ga ik de namen opsommen die op dat moment in functie waren of die iets te betekenen hadden. Dat gaat iets korter zijn waarschijnlijk, maar ik hou wel zeker op de hoogte. Goed, bedankt. Vous êtes toutes les majorités. Ah, mais c'est ça.